gesprek met. Dus welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. Vandaag is het gewoon een hele magische autovlog. We gaan naar de McDrive, want Justin die heeft honger. Ja, het is 2 uur. Hij maakt een grap, dan kan je opeens keihard remmen en ik zeg ja, als je dat doet. Even kijken of... Rustig. Hij schuift wel eens. Ja. Okay. Maar hij houdt het vol. Ik heb het onder controle. Nice. Control Reno. Dat heb je eens even goed gedaan, Reno. Dat hadden we afgesproken over Reno. Nee, dat mag dat niet. Alsjeblieft. Oké, nou, we gaan mooi naar de... Oh, hier kan ik stoppen, ik wil dat jij het doet. Grap, hè. Ja, de zon schijnt, het is 2 uur, het is een mooie dag. Dus het is 1 graden buiten. Er zijn weinig aanslagen gepleegd, dus ik ben blij. Ja. Ik ben er blij. Dat is heel fijn. Ja, maar ik heb vandaag cheat day, zeg maar. Eén van de... deze week. Eigenlijk heb ik al 4 of 5 gehad of zo. Dus je hebt een cheat day als je een keertje niet cheat, zeg maar. Ja. Sorry. Ja, het probleem is wat ik al zei. Ik heb wat blessures overgehouden aan mijn ongeluk. En daardoor mag ik minder trainen. En op de dagen dat ik gewoon niet kan trainen of niet mag trainen, omdat ik dan pijn heb. Ja. Zou ik ook weer evenveel moeten eten als wel trainingsdagen, terwijl je dan juist bijna niks verbrandt. Dus dat gaat niet en dan heb ik die motivatie er eigenlijk helemaal niet voor. Want dan denk ik van ja, ik eet gewoon mijn eiwitten, maar verder hoeft het dan niet. En dus ik word een beetje vetjes. Nice, nice. En dat maakt niet uit. Iedereen is dan trots op je, dat snap je. Dat maakt helemaal niet uit, want ik ga naar de Mac. Ja, bij de Mac moet je gewoon je mindset helemaal op nul zetten. Zeg. Ja, dat is het beste. Oké. Goeie bob. Yeah. Ja, hij leeft nog! Ja, ik kom door die drempel daar. Ik kan daar wel met 5 km per uur overheen rijden. Dan. Oké, dus we gaan erbij. Wat ga je eigenlijk nemen? Een paar beetjes en een paar slikjes. Maar wat ga je nog meer nemen? Dat maakt niet uit. Ik kan alleen voor de beetjes en de slikjes. Oké, wat wil jij? Ik doe 9 kipnuggets met frietsaus. Goedemiddag, welkom bij de McDonald's. Mag ik bestelling? Doe maar 9 kipnuggets. 9 kipnuggets of saus hebben we daarbij willen? Frietsaus alstublieft. Ja. Een grote cola en doe maar 2 Big Macs zonder augurk. Kijk, een grote cola en 2 Big Macs zonder augurk. Yes. Dat was het zo? Ja. Moet het 40 euro, mag je doorrijden naar dit raam? Is goed. Dank u. Ik ga hier vanavond denk ik weer naartoe, man. Wat? Ja, je hebt een heel lekker bakje salade gehaald. Ja, weet ik. Die is voor in de middag. Ja, gast. Wat gaat die, man? Het zou kunnen blijven leven natuurlijk. Ja. Heb je nog iets leuks te vertellen? Ja, kijk hier, deze hang ik. Oh, yeah. Hij hangt er echt net in, hè. Maar ja, ik weet niet. Ja, trouwens, ik haalde laatst iemand op. Gewoon een jongen. Ja, ik... Ja, we gingen naar, ik weet niet waar het toe ging. In ieder geval, hij kwam in mijn auto en hij zei dat het in mijn auto bufte. Was het in mijn auto? Gewoon eerlijk. Gewoon staat op binnen. Ja, dan kan ik beter. Ja, maar ik dacht zo van... Mijn auto bufte. Misschien is hij het zelf. Nee, ja, maar ik dacht zo van... Als mijn auto echt stonk, zeg maar. Of echt... Dan moest ik dat ook wel ruiken. Ik zei, en ik heb een fucking verfrisser. Oké, dat iedereen, maar... Je hebt een verschil tussen gewoon... Gebruik en ook echt stinken, zeg maar. Ja. Het is niet nieuw en stinken. En hij zegt gewoon, ja, maar ja, flikker op, ja. Zo, wil je lopen? Oh, nee, mijn vrienden. Maar wie was dat? En toen moest je lopen. Ja, dat was Fit. Oh. En ja, hij zegt van, ja, muff, man. Ik zeg, gast, what the fuck lil je nou weer? Ja, muff. Ik ging weer een heel verhaal vertellen over hoe Muff is ontstaan. En met derde. Ja, zo ben jij. Ik zit toch hij? Oh, nee, want vorige keer dat we hier hadden, dat we ook een passagier mee hadden. Oh ja, daar wil ik liever echt niet over praten. Dus, praat er zo over. Nee. Ik heb nou trouwens ook een baadje. Ja, dat is dan weer jammer, maar wat eruit. En nu? Hij is een heel andere persoon. Opeens. Hele vlog. Ik heb een baadje. Ik ben geen andere persoon, alleen de baard naar mij. Zijn zus vindt hem wel een andere persoon. Nee, de baard kiest de man, zeg maar. Pen alstublieft. Yes. Heb je mijn pinkel?
ik heb hem niet gekeken. Alsjeblieft. Sorry, ja, is goed. Als ik die zou weten, zou ik je wel doodslaan. Hij gaf mij gewoon een serieuze knipoog. Ik zei ja, dat is een beetje eng. Dus ik gaf een knipoog. Ja, maar dan had Ali toch gelijk. Niet meer. Ik had die naam hier niet meer, maar... Dat is kunnen. Ali, Ali. Het is nu nog verder om naar huis te lopen voor mij. Dan zeg je gewoon Al en I. Al? Of Wally. Wally! Nee, grapje. Nee. Weet je wat dit kut is bij de McDonald's? Wat is dat voor kut bij de McDonald's? Want je wacht voor je eten. Dan, nee, maar je ziet die borden en dan zie je dus die hamburgers, gewoon die lekkere nijen zie je dan. Mm-hmm. En dan denk je van, oh ja, ik ga die halen, ik ga die, tenminste denk ik dan. Ja, die, of meestal weet ik al van tevoren halen. Dat ik daarover te fantaseren. Ja. Niet met mijn piemel. En dan moet je gewoon fucking wachten op je eten. Ja, wacht hoor. Dat dan gewoon zeg maar zo'n sms-systeem of zo, dat je kan zeggen, oké, okay, kom nu, dan maak je dat wel klaar. Ja, ja, dan heb je weer heel veel dat mensen dan gewoon niet komen, zeg maar. Dat is het beste. Zo ben jij inderdaad. Ja, eigenlijk wel. Leuk zo. Okay. Hoi. Is het camera? Yes. En maak je nog voor de rest? Waarom moet je eigenlijk een grote cola? We hebben Monsters in de achterbak. Ja, kijk, ik vind deze cola echt een van de lekkerste drinken wat er is op Monster. Maar dat kan je wel namaken. Je pakt gewoon een tuin, pak een fles cola. Je pakt een beker, houdt hem eerst onder de kraan zodat hij half vol zit. Ja. Dan doe je er wat cola bij en dan heb je het zo. Oké. Okay. Maar toch ga ik er niet. Ik heb dat een keer geprobeerd. Alleen, ja, het is wel, alle prik gingen meteen. Echt alle. Yes. Dankjewel. Als ik nu ga lopen, neem ik het mee. Dus. Ah, zo lekker, jongen. Gaan we ergens op een parkeerplaats gewoon chillen en dan eten? Dat lijkt me wel zo moeten nemen. Ja, hier komt daar nog één dikke trampelen, dus je moet wel een beetje op dat terrein. Ja. Ah, god, ik zie hem al, hoor. Dit wordt leuk. Ik hou hem al vast, man. Anders wat is dat? Ja, er zijn echt die drempels. Je hield te vast, er zit allemaal as op. Ja, hoe komt daar as nou daar? Dat heb je nog steeds niet verteld. Ja, dat jij toch echt een smoker bent. Sorry. Nee, de as, ja, omdat mensen dan zitten te roken en dan vinden ze het cool om daar af te tikken, zeg maar. Echt? Ja. Wat zeg je dan? Van flikker op uit mijn auto. Dat is even normaal. Pijpenbitch. Hoezo laat je überhaupt iemand roken in je auto? Dat ruikt toch wel naar. Kijk. Wil je nog de kassa, man? Oké, je hebt toch genoeg gegeten dan eigenlijk? Ja, gelijk goed. Oké. Lekker. Nou, dit is jouw avondeten. Kijk, nee, nee. Dit is jouw frietje. Oh, ik heb alles gedaan. Hey, stop even. Ik wacht even tot ik zei iets. Oké, nou dat was het. Oké. Nou, wij gaan nou gewoon even lekker snikkelen. Ja, dan kunnen we een mooi verhaaltje vertellen. Ja, gaan we een mooi verhaaltje vertellen. Okay. Misschien wil je nog over een bepaalde serie praten. Ja, normaal als ik eet, dan is het gewoon... Maar dan weet je waarom wij trouwens ook moeten wachten nou, om ons eten. Omdat jij natuurlijk weer een speciale burger moest. Je moet weer zonder overheid. Zo, we moesten echt net 30 seconden wachten. Ja. Want die ene auto voor ons, dan moesten we toch nog op wachten. Ja, die maakt ze gewoon speciaal voor jou. Maar ik denk ook dat het echt gewoon niet druk is. Nee, maar ik denk dat ze die burgers niet speciaal voor mij maken. Ik denk gewoon dat dan hebben ze die burgers klaar. Ja, en dan halen ze gewoon die augurken dan. Maar trouwens, dat weet ik niet. Want stel, je bent echt allergisch voor augurken. En je zegt zonder augurken en die sporen. Ik weet niet wat ze doen. Ik weet niet. Misschien als die burger echt heel lang ligt. En ze denken niet dat iemand hem haalt. Dat ze het dan wel zou doen. Maar als het gewoon... Ja, als ze hem snel klaar kunnen hebben, dan zeggen ze gewoon... Nou, je proeft heel goed of die oud is of nieuw. Ja, weet ik. Ik proef het ook goed omdat mensen de snotjes op hebben gegooid, weet je wel. Dan denk ik, oh, fuck die bitch. Nee, heel veel mensen spugen er ook op, hè. Oh nee, dat doen alleen wij dan. Oh, dan moet ik tegen nog een weer. Oké. Dat is een mooie idee. Ja. Dat was een goed idee. Van ja, om een mooie vlog te maken. Inderdaad. Ja, het was meer gewoon een excuus om naar de Mac weer uit te gaan. Het was meer van, kom maar naar de Mac. En dan ging jij anders. Nee, want ik doe gezond, eet je maar. Omgekeerde wereld.
Ja. Nee, is deze vers of niet? Ja. Zo. Voor zover het in de Mac vers kan zijn, maar. Toch? Oké. Bam. Ik hoop dat het echt keihard gaat regenen. Dat we heel lekker droog zitten. Zo. Ja, dat zou best leuk zijn. Dat zou ik best wel kunnen waarderen, ja. We hadden dat wel een keer gehad. Toen reed het echt super hard. Nou, toen was toen de alien bij ons in de auto. Maar ook een keer met meneer Jan. Toen reed het echt hard, jongen. Je hoorde ook geen eens muziek meer, zeg maar. Omdat echt dat het zo hard regent, weet je wel. En toen zag je bliksem en toen zaten we zo. Post, weet je wel. Ja. En dat was wel nice, ja. Het is hier gewoon echt altijd druk, hè. Of ja, als je naar een plek moet gaan, zeg maar, waar geen mensen zijn, moet je nooit naar hier gaan, zeg maar. Hier zijn echt altijd mensen, maar niet uit hoe laat. Nee, dat klopt. Echt midden, wij hebben ook, we zijn ook wel eens hier echt midden in de nacht naartoe gelopen, weet je dan nog? Naar mijn Dante mee. Ah, nee. Nee, gewoon altijd. Toen gingen we altijd Hamburger Plains halen. Weet je dan nog? Toen halen we de 4 peppers aan. Oh, maar die zijn ook lekker. Nou, dat komt ook wel een beetje omdat die ook vers zijn, hè? Of nou, vers zo als ze bij de McDonald's zijn. Gewoon net bereikt, zeg maar. Ja, net bereikt, dat is vers. Ja, net bereikt, ja. Is bij de McDonald's vers. Ja, maar dat moet ook wel, omdat ze kunnen die sausen niet meer afhalen, zeg maar. Dus ja, dan moeten ze wel vers maken. Jawel, gewoon. Ik haal nooit meer een Hamburger Plain. Ik wel. En vind kipnuggets ook echt alleen maar lekker bij de McDonald's. Waarom? Ergens anders, dan zijn ze gewoon niet zo lekker. Vind ik ze gewoon niet zo lekker. Ja. Hou je van vissticks? Vind ik op zich wel oké, hoezo? Ik heb altijd in mijn hoofd dat vissticks super lekker zijn. Huh? Ik heb ze nog nooit gegeten. Ik zweer het. We hebben geen frituur vet dingen, ja. Die kan je ook gewoon maken in de oven of in de pan, hè? Dat ziet er wel echt lekker uit. Nice. Volgende cheat day kan je dat van eten, dus morgen. Ja, dat. Ik wou wel zeggen, dat doe ik niet zo heel leuk. Morgen ben ik gewoon weer aan het trainen. Ah, morgen moet ik trainen weer. Dus morgen gaat het. Nou, ga ik vanmorgen dan. Dan train ik ook, woensdag. Denk dat woensdag weer kan cheaten. Knap, zo. En dan donderdag weer trainen, en dan vrijdag cheaten, zaterdag cheaten, zo. Zoiets, hè? Jij komt eraan. Bij de wedstrijd bedoel ik al. Doe nog meer dan een jaar? Dat is niet waar. Oké, iets meer. Dus ik heb nog meer tijd. Hij laat hem ook echt zo staan dat hij gewoon moet vallen zo meteen. Dat kan niet anders. Nee, maar dan kan ik eerst een coole move maken. Okay. We zijn op tv. En dat lukt juist echt. Ja, klopt. Ben echt een samen met zijn broertje No B. Weet je echt zo? Nee, ik wil het niet. Waarom dan No B? Yes, no. En dan gewoon een andere letter. Ja, had dan No R gedaan of dat was op zich wel goed bedacht. Waarom had je gewoon ik heb random letter deed? Nee, als je nou gewoon echt zo zei no air, dan moest ik keihard lachen waarschijnlijk. Want dan snapte ik hem meteen en dan vond ik hem grappig. Maar nu was het het eerste is gewoon nul dat jij vroeg. Het is echt zo? Ja, omdat jij het echt zo overduidt. Je zei het echt zo heel... gemeen. Weet je wel, echt van no B. Zo, hoe heet je nou? Ik wil eigenlijk gewoon weten wie je hier bent. Maar ja, je hebt een zusje die naar Kinderen voor Kinderen luistert. Dus. Wat heeft dat met Yes R te maken? Ja, dus ik dacht, misschien Nederlandse muziek, weet je wel. Ja. Zo allemaal. Luister dat trouwens echt naar Kinderen? Nee! Oké, nee, omdat je nou ook eens een serieus op keek. Ziet hem genieten. Dat hebben ze met een YouTube filmpje gedaan. Daar hadden ze een pop meegenomen. Dat leek net als, en die hadden ze daartussen gezet tijdens een backdrive. En toen leek het net of dat echt was, zeg maar. Dus ging iemand hier ging onder zitten. Die was dus niet zichtbaar. En die ging zeg maar die pop de hele tijd zo aanduwen. Uh-huh. En hij ging bestellen, zeg maar. En toen? En dan zo. Dat was gek. Ging ze echt allemaal verschillende McDonald's er langs. Omdat ze dat grappig vonden. En dan kreeg ze wel een bestelling mee. Ja, dat ze gewoon betaald.
Nice. Nou, we weten hoe we dat volgende keer gaan doen. Ja. Maar dan zonder pap. Ja, ja, zonder pop, ja. Wil je nou alsjeblieft dan messen? Hey, ik vind het grap. Ja. Oké. Okay. Dat is mooi. Hoorde je die bom uit was? Wat zijn jullie allemaal aan het doen, jongen? Daar worden zijn mensen weer afgeslagen, daar worden weer dieren in elkaar geslagen. Het is een mooie dag. Ja. Het is fucking koud buiten trouwens. Dat wil ik even. Hoe koud? Fuck. Mijn leraar zei altijd, wat ik al best vaak heb gezegd, mm-hmm. een koude bal bij Laco. Hoe koud? Zo koud? Of zo? Iedereen van, ah ja, zo grappig. Net als van, oh, ik heb helemaal niks gedaan. Nee, dat is echt het probleem. Nou. Ja. Nou, jongen, dat is echt. Maar trouwens, er is al eens zo'n leraar, die ik dan, of ja, soms op Twitch dan, weet je wel, die streamt. Gewoon op Twitch. Ja? Weet je wat dat is? Ja, ik weet wat Twitch is, maar hoezo streamt een leraar van jou op Twitch? Nee, geen leraar van mij, maar ik wilde eigenlijk zeggen dat er bijna geen enkele leraar is. Mm-hmm. Maar, dan moet ik even op terugkomen, er is gewoon een leraar en die streamt dan RuneScape. Nou, hij is best chill. En je hebt ook zo'n Nederlandse YouTuber die ook een leraar is, hè? Nou hoop ik even, waarom heb ik hem nog nooit als leraar gehad? Maar het is wel zeg maar verboden om na schools contact te hebben ofzo met je leraar? Of was dat toen niet? In ieder geval, het is niet... Ja, dat kunnen ze bijna, dat kunnen ze niet verbieden, want er zijn ook... Ja, maar heel veel mensen vroegen dan aan hem, ja, wat doe je dan als de kinderen het weten? Of wat doe je dan als ook de kinderen RuneScape spelen en ze willen met jou spelen? En zo, ja, dan negeer ik een beetje, weet je wel, beroep en privé, scheidhouden, bla bla bla. Dus hij, ja, hij was daar wel strikt in, maar anders kun je gewoon vet spelen. Ik weet nog wel vroeger of Fioretti meneer Klon. Ja. Of nee, meneer Andersen, weet je? Nou ja, die ja, die speelde... Ja, die, ja. Ja, die echte mongo. Mijn zusje die heeft die als mentor gehad in de tweede. Oh, dat was echt een mongo, hè. Hij speelde, wow. En dan niet zo'n beetje, maar echt hardcore, hè. Echt? Ja. Hij speelde echt hardcore. Maar dat is niet van, oh, dat is echt een mongo, maar het was echt een mongo. Ja. Ja. Het was bij hem geen scheldwoord. Het was bij hem gewoon, oké, hij is... Ja, echt een mongo. Een begrip, ja. Mongo, dat is zet echt. Hem maar bij, zeg ja. Maar. Of je moet gewoon tegen mensen zeggen, je bent echt een Andersen. Hoe noem je mij? Ah, meneer Klomp. Ja, maar hij was serieus die do-it, weet je dat? Ja. Die, oh my god. Ik wil er eigenlijk al niet meer over praten, daar heb ik nog honger. Ja, dat waren gewoon van die kutopdrachtjes. En die moest je dan maken. En dat serieus echt geen inhoud of zo. Het waren echt gewoon kleine dingetjes. Cool. Dan moest je dan heel onderzoek en dan moest je dan naar hem geven. Nou, en zo met wie heb je dat gemaakt? Ja, met Milan. En dan zit Milan gewoon thuis of zo te feppen. En dan, oh, oké. En dan leest hij het. Ja, ja. Dus zeventje. Goed. En dan kon je de volgende maken. En dan had je in één keer, na zoveel weken, had je in één keer toets waar niemand iets van wist. Ja. En dan moest je opeens al die do-its af hebben, anders mocht je die toets niet meer. Ja. Want de planning, oh, oh, nee, dat doen we niet aan. Wat was de vraag die je nou stelde? Nou, nog 4 minuten. In de eerste hadden wij een andere leraar voor mensen met die techniek. Ja, dat klopt. Ik heb hem echt daarna echt nooit meer gezien ofzo. Ja, meneer Sampers. Ja, ik heb hem wel gezien toen ik naar boven liep, zeg maar ik heb hem nooit meer gehad. Van hij moest altijd theorie maken. Moesten jullie ook zo'n autootje maken die aangevoerd werd op een ballon? Ja, ja. Ja maar die werkt alleen nooit. Nee, en is ook zo'n kruis, die kon je niet van elkaar afhalen, zeg maar. 2 stokken, die zaten zeg maar aan elkaar. Die kon je niet van elkaar afhalen en alleen zo'n ronddraaide. Dan gingen de stokjes daar binnen, die gingen zeg maar naar binnen en dan kon je hem zo van elkaar afhalen. Nou, zo'n bullshit. Ja, allemaal. Weet je nog wel? Onzin, ja. Als in de tweede ook, of in de derde. Toen moest je dan van die keuzevakken elke keer kiezen, weet je wel? Ja, KVT. Ja, KVT. En toen was het dus ook zo'n speciale KVT. Dat je van die raketjes moest maken. En daar moest je dan lucht in pompen en dan schoot hij die weg. Mm-hmm. En dan had je dus, ja, ik ben helemaal niet technisch, maar ik had die wel gekozen. Mm-hmm. Dus dan had je echt van die mensen van bouw en basis. Die hadden echt zo'n super mooie dikke raket. En ik had mijn raket niet eens geverfd. Dus maar die wil je ook met verf of zo? Ja, er zat papier met zeel, maar er zat helemaal niks. Maar ja, ik had zo'n 2,5 liter cola fles had ik toen omgepropt, zeg maar. Dus ja, toen had iedereen hem af. Toen gingen we met z'n allen naar zo'n veldje, moesten ze hem doen. En toen had bijvoorbeeld Mink of Kenneth, een van die twee. Ja, want hun waren daar ook. En hun hadden echt een mooie raket en die kwam ook best ver. Ja, toen moest ik er gewoon pompen. Gewoon normaal, weet je wel. Pompen.
En toen kwam Andersen van, er gebeurt niks. Dus Andersen even pompen. Ja, 2,5 liter. Ja. Dus blijven pompen. En boy, pssoem, en toen schoot die kei weer weg. En ik zo, yeah, dit kick! En iedereen keek me echt zo aan van, wow, ja, en ik keek ze wel. Ik voelde wel even een dag even goed. Alleen, ik snap het wel. Bij de landing brak die vleugel af en kon ik hem niet her. Dat was jammer. Dus wat toen deed was gewoon, ik had hem laten liggen. Zo ben jij wel. Nee, maar hij kwam wel echt ver, jongen. Maar het kwam waarschijnlijk omdat er meer lucht bij kon, zeg maar. En meer mensen. Maar die hadden wel mooie tijden, zeg. Ja, ik heb het eten op. Jij hebt het eten ook op. Ja. Ik denk dat we jullie gewoon... Ajoe gaan zeggen tegen deze jongens en meisjes. Ja. Bedankt voor het kijken van deze eerste autovlog. En die gaan misschien nog wel vaker komen, want ik vind het best leuk. Ja, volgende week winnen, denk ik. Voor de zon. Oh, we zijn opeens licht. Woe! Bedankt voor het shine a light on me. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond het nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Deze. En dan zien we jullie volgende keer weer. En dan Justin nog maar één ding zeggen dat dit is. We know!